Open water moet je wel echt wel vaker doen. Want het is gewoon donker, koud, de golfslag. Het is moeilijk te oriënteren waar je bent. Dat je niet te snel in paniek raakt. Hè? Je ademhaling onder controle krijgen. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heiko, Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer zwemmen in open water. Wat kan je helpen? Blauwalg, poepbacteriën, stroming en koud. Het is soms geen lolletje om in open water te zwemmen. Kun je daarom misschien beter vooral in het zwembad trainen voor je triathlon? En in hoeverre helpt een wetsuit eigenlijk? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt, nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugger! Hey Het is marathon weekend. Voor jou dan wel hè? Ja, nog twee nachtjes en ja. dan ga ik lekker uh, lopen te lopen in Eindhoven. De gekste. In je wetsuit? Nee, <laughs> gewoon <laughs> ah. in een uh, strakke broek heb ik geleerd in Strak onze aflevering ja, okay. over aerodynamica. Ik ja, ben heel benieuwd. En uh, nou ja, toch maar denk ik goed gekoeld, want uh, ik wil toch voor hard. Ja. Ik weet niet of het PR-aanvallen gaat oh, lukken. Dus maar, nou, het um, zit wel in je achterhoofd. Dus, die, uh, uh, ik weet wat hij ja. is. Ik weet wat ik moet doen. <clears throat> ik twijfel, maar misschien dat deze week rust mij gaat helpen om opeens uh, dieper en verder en harder te kunnen oh, dan ja. ik kan. We gaan het volgen, Gerrit. Leuk! We gaan het volgen. En daarna gaan we nog één week de laatste voorbereidingen doen. voor volgende week zaterdag in Leersum. Zaterdag 19 oktober. Is het zover? Jee. Een feest! Leuk. De 200ste. Uh, de kaarten zijn nu wel bijna klaar. Ik heb al uh, de aantallen doorgegeven aan de catering. Kunnen we natuurlijk bijstellen. Want uh, zo'n kaartje, daar, daar krijg je ook een lekkere lunch voor. Brabants worstenbroodje erbij. Uh, dus als jij nu luistert en denkt... Oh ja, is het al zover? Nog één laatste kans dit weekend... om naar aanmelden.nl slash podcast te gaan... en jouw kaartje veilig te stellen. Want uh, ja... Uitverkocht is uitverkocht, ja, natuurlijk. Is hè? Dus uh, ik hoop dat we dat bereiken. Uh, als dat zo is, hoor je het via onze socials. Als, er, als je dat niet hoort via onze socials, dan kun je dus ook nog wel uh, ter plekke binnenlopen. Maar goed, een van de ontwikkelingen in de Slim Presteren Podcast is dat wij tegenwoordig samen trainen op de maandagavond ja. in een zwembad. Ja, Net. Slimmer presteren, badmutsen op. <laughs> ja, een nieuw item in onze ja. webshop. Ja, we trainen samen, maar jij, we zitten wel in verschillende banen. Ja, maar ja toch dat iets is, van verschillende tempo's. Dat is de luxe situatie ergens ook. Ik heb gewoon mijn eigen baantje. Ja, wel, het is, uh, we wel. zijn inmiddels ja. met uh, een stuk of uh, een beetje variërend tussen de 12 en de 16 mensen. Ja. Grote overlap toch ook met de populatie van de Utrechtse Heuvelrug Triatlonvereniging hmm. Maar toch ook al een aantal leuke nieuwe deelnemers erbij. Dus als je nu luistert en je woont of uh, werkt in de buurt van Utrecht maandagavond half negen, kom lekker mee zwemmen. Uh, vrienden van de Show. Mogen, dat is de voorwaarde. Hè? Dus ja. daarmee heb je ook je zwembadkaartje betaald. En dan hoef je tenminste niet buiten te gaan zwemmen? Man. Nee, het Oeh. is lekker warm en binnen. Maar ja, buiten zwemmen, dat zit natuurlijk wel in de triathlon, Zeker. die we allebei graag doen. Ja. Er zijn veel mensen die oktober, het wordt kouder, de hele winter door dippen. Die daar uh, plezier van hebben. Er zijn mensen, weet ik inmiddels, die aan een sport doen. Dat heet swimrunnen. <lacht> <lacht> Heb ik uh, ook onlangs uh, mijn debuut opgemaakt. Ja. Oftewel een combinatie van hardlopen en zwemmen. Maar niet zoals in een triathlon. Eerst zwemmen, dan omkleden en hardlopen. Nee, rennen met je badmuts op en zwemmen met je hardloopschoenen aan. Zal ja. ik zo iets meer over vertellen. Um, nou ja, Allemaal contexten waarin je uh, erachter komt. Open water zwemmen. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe je dat goed? Hoe doe je dat slim? Uh, is dat eigenlijk heel erg anders dan in een zwembad? Waarom is het dan anders? Helpt het dan als je een wetshoed aan hebt? Ga je daar sneller van? En, en week dat dan op bij het tijdverlies, bij een wissel, mm -hmm. bij de triathlon met name. En maak dan het soort pak nog uit. Jurgen, los van uh, dat wij dus zelf nu uh, veel in het water liggen met luisteraars. Ja. Uh, wat is de aanleiding om het hier vandaag over te hebben? De aanleiding is denk ik ook... Uh begon er al mee toen wij samen een, een, een renkum aan de start uh, zouden gaan staan. Dat hebben we ook gedaan. Eind augustus, ja. En vooral de dagen ervoor dat ik toch wel stiekem... Stiekem? Ik ging gewoon kijken. Wat is nou die temperatuur van het water? En dan zit in mijn achterhoofd... Ik, één, ik ben een koukleum. Ik wil een pak aan. anders Omdat we vorig jaar, for some reason, waar ik echt nog niks van snapte... was het water daar te warm voor een wetsuit... En ik heb het niet leuk gehad. Nee, nee. Dat was echt koud. zo is dat ik dat water uitkwam om die mountainbike een half uur nodig had om een beetje warm te worden. Dat ik denk, als het volgend jaar weer zo moet, dan weet ik niet of ik meedoe. Nee, nou ja, ik had de... me al ingeschreven en ik denk, nou ja, dat moet, uh, ja, dat moet gewoon weer met wedstrijd zijn. Kunnen. Maar, ja. Even ja. duiden voor de niet triathlon deelnemers. Je hebt in de triathlon wedstrijd uh, regels over wanneer je ja. een wedstrijd aan moet namelijk als het onder de 16 graden is, wanneer je een wetshoed aan mag tussen de 16 en de 21 graden en wanneer het dus niet meer mag ja. en dat is als het water warmer is dan 21 graden. Ja. Ja. Mag je niet zo'n uh, lekker dik neopreen zwempak aan? Nee. En uh, nou ja, en wat schetste mij verbazing dat als ik keek op de site die een beetje de watertemperaturen in Nederland liet zien en ik zoomde in in de buurt van Renkum dat het verdorie net te warm was de, la de <laughs> laatste weken. En dat zag er niet goed uit. En dat komt niet door die grote ja. chemische uh, nee. fabriek die daar staat. Want die staat net stroomafwaarts. Dus uh, ik, van ik gooide dat hebben. zo ook in de groep. Ja. En uh, eigenlijk dacht ik: Nou, uh, ik ben benieuwd. Ik drop dat even. Hoe mensen daar tegen aankijken. Nou, waren er genoeg die, die met mij meedachten van... nou, ik hoop wel dat we de wedstrijd aan kunnen uh, trekken. Maar er waren natuurlijk ook mensen die reageerden... nou, ik ben blij toe, want ik vind uh, wedstrijd een beetje... ja, of vals spelen, of dat doe je toch niet... lekker in het open water zwemmen. Laten we vooropstellen dat een wedstrijd aanschaffen... <laughs> Ja. verschrikkelijk duur is, ja. tenminste verschrikkelijk duur, ja, nou van nee, alle spullen die je al van ja. voor triatlon moet bestellen is een wetsuit echt wel een dure ja. ik heb ooit helemaal in het begin van mijn triathlon carrière er gelukkig een tweedehands kunnen oppikken ja. uh, ik vroeg toen waarom, nou er staat blijkbaar, maar ik zie het zelf nooit, maar ergens achter op mijn achterbenen, er staat een of andere sponsor op uh, ah. het waren pakken van een triatlonteam en die sponsor ging eruit, dus ja. die pakken werden ja. voor weinig verkocht, ja. ben ik heel blij mee, want ik heb een heel goed pak, ik heb hem laatst ook laten repareren, oh ja. want die pakken slijten. Ja. Je ja. kan uh, de kleine scheurtjes die niet door en door zijn uh, best wel goed met uh, twee componenten ja. zelf uh, plakken. Dat heb ik ook. Uh, ja, en gemerkt. ik ben uiteindelijk ja. uh, naar aanleiding van een tip van Athlete Sports World, de duursportwinkel, ja. die ze ook verhuren, ben ik. Dit is trouwens een niet gesponsorde opmerking, maar zij zitten gewoon. Hè, zij sponsoren wel de uilentorenloop, ja. moet ik zeggen. Dus ik ken uh, Matthias en uh, Peter natuurlijk goed. Maar ik zei, uh, heb je nog een tip? En die stuurde me naar een kitesurfshop in Den Haag. Want die kan ook, ik had een wat grotere scheur en die kunnen ze ook prachtig ja, repareren. Ah, ja. Dus uh, ik uh, denk, uh, dit, dit uh, wetsgoed is wel voor je leven, of in ieder geval voor tien ja. jaar. Nou, minimaal, de prijs toch? die die kost, mag die lang meegaan. Ja, 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 ja. Voor, voor hoe weinig je maar relatief ja. gebruikt. Natuurlijk. Maar ik ben er wel heel blij mee. En ik ben dus in Renken was ik ook heel blij dat het net, net die avond ervoor, ja, een of andere koude golfstroom of ja. uh, iets uh, maakte dat, de, ja, dat er een bord bij de ingang stond of bij de aanmelding. Ja, de. De watertemperatuur is net onder die 21. Ja, het graden. 219, dus mag... ik vergis me. Of, dus de, ja, de, de precies, 22, is 22 ja. graden. Sorry. Ja, de, al was... de, allemaal al boze berichten <laughs> natuurlijk op Instagram. Klopt. De grens is 22 ja. graden en hij werd daar op 219 ja. gemeten. Ja. Met een knipoog hopelijk. Maar dan heb je nog, toch ook nog altijd mensen die het zonder doen. En ik heb, uh, nou ja, ik heb vooral later heb ik natuurlijk ook nog in Amsterdam bij die ALS-swim meegedaan. Ja. ja, dan uh, ben ik bijna een van de weinigen met een wetsuit. Oh ja, en dat en zijn natuurlijk mensen die minder vaak zwemmen. Ja, en gek genoeg, zegt die Zou organisatie kunnen. van nou, de, 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 die temperatuur was denk ik ongeveer vergelijkbaar, maar die was duidelijk van nou, boven de 19 kan je prima zonder wetzoeken. Wat ook zo is. Ja. We hadden natuurlijk ook de heuverrug triathlon. Daar heb ik nog met de schuin meegekeken in de mailbox. Ja. Daar kwam ook het advies. Uh, draag een wetsuit. Nou, er zijn natuurlijk bij de heuvelrug Triathlon ook veel beginners. Die opeens denken, ja, maar ja. hoezo moet ik zo'n pak kopen? Kan ik het huren? Kan ik ja, niet zonder? Ja. ja, dat klopt. Je mag best zonder. Maar toen was het fris, hè. Toen was het uh, 17, 18 graden, ja. geloof ik, het water. En uh, nou, dan kom je toch wat dichter bij die 16 graden. Ja, ja, ja. En we hebben een vraag gehad ja. van de luisteraar. Twee vragen zelfs. Deze jij hem voor of ik? Jij leest hem voor. <laughs> het is een vraag van uh, Renske Scheenstraat. Nu heb ik vorige week nog steeds puur uit nieuwsgierigheid een OD gedaan in Locarno. Oftewel een Olympische afstand triathlon. Gewoon genieten, maar het kriebelt me wat om wat competitiever te gaan worden. Wel in mijn agegroep dan, want ik ben ook een middle-aged vrouw inmiddels. Met een hele grote lachende smiley. Nu heeft ze de volgende twee vragen. Eén, moet ik een neopreenpak pak kopen? De watertemperatuur was 24 graden, heerlijk. Maar ik zag toch een aantal mannen met geloof ik een echt neopreenpak. pak. Ondanks dat het verboden was. Nou. Dan is dat of een gekke wedstrijd geweest. Of ik weet. Nou. In Nederland is het zo: in ieder mm. geval bij wedstrijden van de Triathlon. Bond, als het niet mag, dan mag het niet. En dan ga je ook niet stiekem erin. Maar stel dat je open waterzwemmer bent. In Renkum, ja. dan was Want daar had je oh, ook de afstand ja. voor. Dat was uh, niet de triathlon en dan mag het wel. Ja, ja. tot nee, de 25. Klopt. Zelfs, ja. Maar of zij zo. schrijft hier ook ja. een triathlon. Nee, klopt. En dan schrijft ze: hoeveel zwemminst kan je hiermee halen? Nou, daar hebben we een wetenschappelijke mm. studie over. Ja. En wanneer weegt het op tegen het tijdverlies dat optreedt bij je eerste wissel? Nou, daar heb ik wel wat praktische tips over. Uh, vanaf welke afstand of zwemsnelheid is het simpel? En tweede vraag: moet ik bij het zwemmen juist naar voren. Of juist naar beneden kijken. Wedstrijdzwemmers kijken naar beneden, maar tijdens een zwemtraining werd dus verteld dat je juist naar voren moet kijken, zodat je je beter in de ruimte kan oriënteren. Heb mij dat afgelopen. Uh, ja, nu aangeleerd en het is inderdaad makkelijk even te kijken waar je heen moet in open water. Zag ik op Instagram een zwemtraining van triatleten waar ze werden geïnstrueerd om naar beneden te kijken. Wat moet ik nou <laughs> doen? Schrijft Renske. Nou, ja. volgens mij zijn dit allemaal vragen die we zowel met wetenschap als praktische ervaring kunnen gaan beantwoorden in deze aflevering. Dus uh, lange inleiding, maar laten we er maar eens aan beginnen. Ja. Uh, studies, Jurgen, de wetenschap. Ja, wat een heb je meegenomen? En lange tijd kon ik hier ook heel weinig over zeggen, denk ik. Vanuit dat, de wetenschap. Ja. Uh, totdat er uh, recent een, uh, een Spaanse studie is verschenen. En die hebben eigenlijk eerst. Eens mensen, die wilden gewoon kijken: maakt het wat uit of je in open water zwemt of in een zwembad? Überhaupt. Ja. Uh, Ongeacht wat je aanneemt. Qua fysiek fysiologie, uh, qua zwemslag. Um, nou ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste qua tijd. Mm -hmm. Snelheid. Hou ja. jij dat bij een beetje? Van weet jij of jij uh, sneller bent? Nee, het enige uh, wat ik weet is dat je in Renkum heb je meestal hele snelle zwemtijden. Ja. Omdat je stroomafwaarts de Rijn ja. afzwemt. Dus ja. dan heb je hulp van dus de stroming. Dus daar heb je daar weer hulp van. En, oh, in Lauwers Oog. Ik vertelde net al ja. even over de swimrun. Uh, uh, daar hadden we wel wat te maken met een beetje wind. En in, eerste, in mijn eerste zwem werd ik ingehaald door wat mannen... waarvan ik in eerste aandacht dacht, wat navigeren die slecht? Ik kom zo op de tipperenske hoe ik navigeer. En later realiseerde ik me, oh, wacht even, die... die anticiperen op wat windafdrijf. Ja. Dus die, die staken eigenlijk te ver naar links... in ah, mijn beleving ah, okay. in. Ik ja. ging gewoon recht op de boei. Ja. Maar er was inderdaad wat wind van links. Ja. Dus uh, ik moest voortdurend corrigeren en zij niet. Ja, die stroming is wel een ding. Denk maar even aan Sharon van Rauwendaal in Parijs. Nou, daar was natuurlijk ja. heel heftige stroming. Jij was erbij. Of, ja, ik zat uh, live ja, aan de kant. Ja. En, ja. Uh, en zij maakte dus maximaal gebruik... van enerzijds zo dicht mogelijk... tegen de kant aan waar de stroming wat minder is. Of op een gegeven ja. moment, en daar won ze de wedstrijd afbreken en snel achter de brugpilaar ja. een demarrage plaatsen en dan weer uh, bij stroming, de stroming tegen. Hè? Maar met ja. stroming mee moet je juist van de kant midden. af in het ja. midden. Want Zo diep mogelijk. Stroming, ja. stromingsprofiel is dat het in het midden gewoon harder stroomt dan aan de zijkanten. Zo ja. is het precies. Ja. 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 Oké, okay, maar in dit geval ja, nou ja, dit maakt het al lastig om denk ik een goede vergelijk te maken. Maar die Spanjaarden hebben het toch wel redelijk gedaan, denk ik. Want die hebben veertien top-trildeleten uh, gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Ja. Nou, die mensen zijn dus gewend om en in een zwembad en in open water te zwemmen. Ja. En het leuke was dat zij een, uh, een meertje vonden uh, waarbij de temperatuur van het water 27 graden was. En dat was precies ook de temperatuur in het zwembad. ja, oh ja ik wou zeggen dat is heel warm. Ja, ja. want dat is natuurlijk ook een aspect zwemmen in open water is meestal in wat kouder ja. water, ja. ja, waardoor je wel, ja, of een, een wetsuit. Dus dat, nou ja, dus zij hebben gedacht laten we de omstandigheden zo gelijk mogelijk ja. maken. Geen en In stroming. dit geval hadden zij dus geen, geen wetsuit wind. aan, maar wel een een tri suit Ja. En dan hebben ze triatlon pakken is dat? Ja. 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 Hebben ze die uh, die zwemmers twee keer 1500 meter laten zwemmen. Nou, in het uh, zwembad zijn het x-aantal uh, baantjes. Ik weet niet of het 50 meter of 50 meter wat. Kun jij berekenen. Nee. In, in dat meer waren er drie ronden van 500 meter. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben nou, sowieso de tijd gemeten. Ja. En ze hebben uh, videobeelden gemaakt waaruit ze wat kinematische parameters kunnen meten. Dus dat is heel simpel. Kijken naar de slaglengte en de slagfrequentie. Ja. En dan heb je ook nog zoiets als een, een slagindex, stroke ja. index. Dat zegt iets over de efficiëntie waarmee jij eigenlijk zwemt. Uh, hoe dat was buiten en binnen. En daarnaast hebben ze lactaat geprikt uh, na afloop. Mm -hmm en van tevoren en ze hebben de hartslag gemeten, ze hadden een band om en ze hebben de zuurstofopname ook nog voor en na gemeten. Ja. Om een beeld te krijgen van ja, hoe anders is dat zwemmen nou in dat open water in nou plaats van het zwembad? Juist. Nou, nou, daar kun je vervolgens een aantal mooie grafieken zetten. Ja. En ah, voor de kijkers ja. op YouTube heb jij die meegenomen. Ja, zeker. En voor onze luisteraars gaan we proberen te beschrijven wat we uit die grafieken lezen. Ja, dus linksboven spuur de de zwemsnelheid. Ja. En dan zie jij uh, twee grafieken staan uh, en nou, op de x-as, dat is de horizontale as, de afstand. Ja, gewoon die, die 1500 meter ja. die ze moesten afleggen. En dan op de y-as de zwemsnelheid, dus ja. hoe snel dat ging. En dan zie je dat eigenlijk de, de zwart gevulde bolletjes, dat is in het open water... En de open bol is of de grijs. Gevoelde, de grijs is ja, in het is, zwembad. Nou, en dan zie je eigenlijk meteen dat eigenlijk in het begin is die snelheid nog een beetje hetzelfde van die twee. Ja, je ziet hier uh, een, een, een Gerrit-profiel zou ik zeggen. Nou, uh, ongeacht de omstandigheden starten ze hard. Ja. En uh, gaat het snel? Maar dat volgens In het langzamer. kader van, we hebben het al een paar afleveringen over pacing gehad. Maar dat ging vooral weer pacen bij, bij hardloopwedstrijden. Ja, en Waarbij, ja. uh, nou, heel vaak zien we, nou, Of een beetje een U-vorm. Ja. Maar hier zie je in ieder geval, er wordt hard gestart. En inderdaad, dan, ja, dan kelt die snelheid een beetje. Maar jeugd, naar beneden. Jurgen, herken je dat niet enorm? Ja, tuurlijk begin. Ja, sowieso is dat natuurlijk start uit Maar ja. ook uit het gedrang proberen te ja. komen. In dit als geval. Ik, zwemmen, uh, ik ga hard weg. Ja. En dan op een gegeven moment denk ik: oh nee, zwemmen is een technische sport. Ik moet op mijn techniek letten. Ik moet in mijn slag ja. komen. En daar gaat het wel ook iets langzamer van, maar ook met minder energie. Maar in dit geval is het geen groep, gewoon individueel ja, wordt gestart. Wat het was hun opdracht? Zwem zo hard als je ja. kan. Ja. Ja, ja, 25 ja, die zijn gewend om 1500 meter, want ja. dat is de OD-afstand ja. te zwemmen. En dan zie je duidelijk dat uh, die snelheid in het open water uh, ja, lager. lager wordt. Significant lager, ja. En terwijl dat uh, redelijk nog in het zwembad uh, constant blijft. Ja. Dus linksboven leren we, ze ja. zwemmen harder in een zwembad ja. dan in het open water. Dat zou alleen al kunnen verklaard worden door de afzet, natuurlijk. Hè, bij ja, de keerpunten. afzet is één ding. En het andere is. Dat is een goed punt, denk ik. In het zwembad, dan maak je ook precies 1500 meter als dat zwembad netjes is neergelegd. In het open water is het natuurlijk in, ja, een beetje lastiger. Dus wat zij, die snelheid hebben ze natuurlijk berekend aan de hand van de, nou, afstand de, de en snelste afstand. Ja, ja, ja. ja, ja. uh, alleen daar kun je niet mee garanderen dat die zwemmers ook precies die Rechtdoor snelste uh, ja. lijn volgen. Helder. Ja. Helder. Wat nou, zien we nog meer voor geficult? Nou, en dan denken ze, waar ligt dat nou precies aan? En dan kun je aan de twee parameters die bepalen eigenlijk van die snelheid met name, is ja, jouw slagfrequentie. Dus ja. hoe vaak je haal jij ronddraait. je armen uh, rond. En dan zie jij uh, rechtsboven ja. staat dat. En linksonder staat dan de slaglengte. Lengte, ja. En nou ja, daar begint het mee. Dan zie je dat de slaglengte in dat open water een stukje lager ligt. Meteen al vanaf de start. Ja. Uh, we zien waarden in meters. En bij die open water zit dat tussen, nou laten we zeggen, rond de 1,80 meter per slag ja. gemiddeld. En in het zwembad rond de, de 2 meter. Ja, gemiddeld. Je ja. ziet enorme error bars daarboven. Ja. Hè? Dus er is heel veel variatie. En dat dus in feite glij je wat langer door ja. in het zwembad. Ja. En we zien in die slagfrequentie waarden rond de 41. Mm -hmm. En daar zien we het precies andersom. Dus dan zien we in open water een hogere slagfrequentie. Ja. Uh, dus er wordt meer gedraaid. En dat is vaak, schermen. ja, die zijn natuurlijk in interactie met elkaar. Hè? Ja. Dat, uh, en, en, maar je ziet dat dus onvoldoende is die hogere slagfrequentie... om te compenseren, te corrigeren voor die kortere slaglengte. Ja. Want daarvoor ga je uiteindelijk, de, uh, de, de snelheid gaat omlaag. Ja, dus ja. wat we uit die twee grafieken halen is dat je in open water... ...harder met je armen ronddraait... Precies. ...en een kleinere Minder afstand glanfase. per slag uh, ja. maakt. Dus je zwemt daadwerkelijk anders. Ja, Dit en, en inefficiënter. Ja. ja, want inefficiënter... ...dat zie je dan bij die stroke index rechtsonder. Dat is een, uh, het product... ...dus de maal van uh, snelheid maal slaglengte... Ja. Ja, dan zie je het duidelijke verschil. Dus dat je met open water zit je daar op die 2,4 uh, en de andere is een stuk hoger. Dus ja, dat is dus inherent aan open water zwemmen. Ik ja. weet niet precies de omstandigheden in het meer of er ook wat golfjes waren. Oh ja, dat zou kunnen. Ja, of, uh, uh, ik vind nog iets over die waarde van die slagfrequentie. Die ligt hier rond de 41. Ja. Dat is een slagfrequentie die ik ook wel eens haal. Uh, ik zie dan in mijn data tussen de 30 en de 40. Ik zat dus inderdaad bij Sharon van Rauwendaal op de tribune. Ja. En dan ook af en toe in beeld wat okay. slagfrequentie ja. is. Ja. Die ligt dus rond de 60-70. Ja, ja. 60-70 ja. slagen per minuut. Ja, ongelooflijk. Dat ja. zie je niet op tv, maar Dat's, die zijn dus nee, keihard aan het zwemmen. Dat, dat voelt als sprint. En dat, dat voor twee leuk. uur, hè? Ja. Ja. Oh, echt, ja. Toen kreeg ik echt nog veel meer bewondering voor wat ik daar uh, zat te ja. kijken. Um, jurgen, Eigenlijk heb je nu heel wetenschappelijk met hele ingewikkelde grafieken <laughs> aangetoond dat ja. open water zwemmen anders is ja. dan binnen zwemmen. Nou ja, maar dat is dus toch goed iets te weten. We, ja, nee, zeker. Maar dat gevoelsmatig goed, we dat maar, natuurlijk ja. ook al wel kunnen zijn. Maar, maar heb jij nu... ooit op jouw uh, jou Garmin, hoe nee, goed dat dan, nee, dan ook nee, wel kan, Is nee, goed gekeken nee, nee. naar dit nee, soort dingen? Nee, zeker niet. Dus het is en, uh, nu wetenschappelijk. Ja. Precies. Nou en ja. ook de orde grootte van de verschillen. En dan lost daar, kijk, ze hebben ook naar uh, hartslag gekeken en naar uh, lactaatwaarden en naar uh, zuurstofopname en dan maakte niks uit en ook de RPE. Oh ja. Dus het voelt alsof je op dezelfde manier zwemt, hè, ja, dat het lichaam dezelfde langzaam. belasting hebt, ja. maar uiteindelijk zwem je anders en je gaat langzamer in het open water. Dat is goed te weten. En hebben ze gedacht van, nou, zijn er nou typische open zwemmers en, en typische zwembadzwemmers? Ja. En hebben ze eigenlijk alle losse parameters van elke individu die meedeed van die triplete van die 14. Ja. hebben ze op de x-as uh, ja, neergezet hoe die variabelen dus, nou ja, de, de slaglengte of de slagfrequentie. Ja, we kijken nu naar een ander setje grafieken ja. voor de luisteraars. We zijn zes grafieken bijgekomen ja. op de x as allerlei parameters van het open water. Ja. En dan en op, en op, op de y was het zwembad. En oh, eigenlijk. Ja. Laat dit mooi zien en de open bolletjes zijn de mannen en de zwarte zijn vier vrouwen die meededen. Ja. Dat het dus niet zozeer is dat iemand zich totaal anders gedraagt. Ah, dat de, zie je in deze dus grafiek. Dus de snelle zwemmers in het zwembad zijn ook de snelle zwemmers open water. Ja, helder. En uh, ja, dat geldt ook voor een aantal andere. Dus dit andere is een planten. soort validatiecheck ja. en uh, voegt waarde toe aan deze studie. Dat ze zeggen: luister, een verklarende factor is niet dat die mensen opeens echt wat anders gingen. Nee, ja. want uh, Iedereen eigenlijk die in het zwembad een bepaalde slagfrequentie heeft, die gaat iets omhoog in het open water. Iemand, en, want er zijn heel veel variaties, of er is variatie in het zwembad al tussen bijvoorbeeld die slaglengte. Ja. Maar dat betekent niet dat sommige hun slaglengte juist... Uh, verlengen in het open water. Nee, ze gaan allemaal omlaag. En dat Helm. laat dit mooi zien. Helm. Dus zegt, enerzijds zegt dit ook wel: van nou ja, maak je niet te, te druk erover als jij in het zwembad gewoon goed kan zwemmen, of snel bent, of verbeterd, of ja. goed traint. Ben je dat buiten ook wel? Ben je dat buiten ook wel? Dat Misschien met één. andere waarden, andere ja. tijden. Maar ja, je bent nog steeds een van de betere. Maar dat andere aspect wat de onderzoekers in ieder geval ook wel concluderen is: ja, let op, open water zwemmen, misschien open deur, inderdaad, is daadwerkelijk anders. Dus dit kan je meenemen. En wat maakt het anders? Met name die hogere slagfrequentie. Een kortere slaglengte. Uh, ga dit trainen in het zwembad. Doe alsof het uh, open ja, water is. Of ik zou zeggen, is. ga trainen in open water. Ja, of ga trainen in. Oké, okay, maar dan moet je wel een mooie plas van liefst. Ja. Nou ja, kijk, als ik, nee. als ik een mooi meertje van 27 graden voor me. Ja, maar waarom springen, die 27 graden, maakt dat nou uit? Want je moet toch voor open water, daar stappen we eigenlijk overheen. Wat is ja. nou als zwemmer echt anders in open water dan in een zwembad? Is ook het zicht. Ja. Het meeste water waarin wij zwemmen, tenzij we weg naar een tropische gaan, is hartstikke troebel. Klopt. En ja. als het helder is, dan staat er in ieder geval geen zwarte lijn uh, met een theestuk ja. uh, op de ja. bodem. Ja. Dus uh, los van dat dus blijkbaar nu ook door het water of door de omstandigheden uh, je anders zwemt, ja. is het natuurlijk gewoon een hele nieuwe uitdaging. Namelijk, hoe ga je navigeren? Komen we zo op die vraaggrens? Ja. Ja. En dus ook die kou. En gek genoeg, in die hele discussie van het artikel hebben ze het daar helemaal niet over. Want ze hebben videobeelden genomen, ja. maar ze hebben niet bijvoorbeeld dat ook nog meegenomen van is dat een reden omdat iemand ah, zijn hoofd ja. omhoog doet om even naar voren te kijken. Nou, daar komen natuurlijk ik ga altijd uit van acht slagen, acht à tien slagen dan even omhoog. Hè, serieus? Film. Ja. Ik kijk bijna ieder, Nou, ligt een beetje aan waar ik zit, maar ik draai het eerder om. Ja. Ik doe af en toe. Dat is een slag dat ik niet kijk. Okay. Maar ik ben eigenlijk voortdurend aan het navigeren. Ja. En dat heb ik geleerd. Die zal ik in de show notes zetten. Door uh, een van mijn vlogs nog. Hè, met uh, ja. Jacqueline Eikenboom. Die gaf ons toen een open water clinic. En die doet daar heel mooi voor. Hoe je eigenlijk in de slag. Uh, je hoofdbeweging verandert door niet alleen maar opzij hmm. te draaien. Ja, de kijkers op YouTube zien dat. Ja. Ik zal het proberen uit te leggen. Normaal draai je je hoofd ja. opzij om te ademen. Ja. En zij zegt: maak die hoofdbeweging eigenlijk een soort cirkeltje dat je eerst op en dan opzij. Ja. Hop, hop. Dus dat is hoe ik het doe. Wat uh, ik leerde vrij recent. En ik heb dat uh, afgelopen maandag bij onze zwemtraining even getest. En het is waar, ik zag een filmpje op internet, ik denk op Instagram of zo: over hoe je hoofd, de houding van je hoofd, bepaalt wat je voeten doen. En ik nodig iedereen die wel eens een zwembad uitkomt om dit ook na te doen. Het is schokkend. Je, als je plat in het water ligt met je gezicht naar beneden, mm -hmm. Dan blijven je voeten hoog aan de wateroppervlakte. Ja. Op het moment dat je je hoofd optilt, <laughs> gaan, die gaan voeten je voeten online. zinken naar beneden. Ja. Maar nu komt het schokkende. En het duurt wel even, want het, voordat het begint. Als je dan je hoofd weer plat in het water legt, komen je voeten weer omhoog. Aha. Oftewel, de knik in je nek is een directe aansturing van ja. wat je voeten doen qua diepleggen. En dan, daar moet ik aan denken, omdat jij het zegt, als je in open water aan het navigeren bent, Renske, en je bent dus. Veel voor aan het kijken dan aan het ademen. Ben je dus wel de hele tijd ja, je voeten, voeten omlaag gaan duwen. Ja. Waardoor je dus schuiner komt te liggen als je niet oplet. Waardoor je meer frontaal oppervlak hebt. Meer weerstand. Ga je ja. langzaam. Maar dan is het meteen mijn vraag. Oefen jij dit ook in het zwembad eigenlijk? Dat met... navigeren. Nee, ja, dat opkijken. Alleen inderdaad. als mijn brilletje beslagen is. Ja. Ja. Maar waarom eigenlijk dan niet? Ja, dat moeten we gewoon gaan doen, Jurgen. Maar ja, dat doe ik hij, niet zoveel. Maar niemand nee. doet dat bij. We hebben hè? natuurlijk afgelopen gewoon... maandag... we hebben bij dat slimme versteren zwemmen... in het laatste kwartier het hele ja. bad voor onszelf. En dan ja, ben dan we ons een beetje aan van... doe eens even ja. wat triathlon specifiek. Ja. En Jan Steehouwer bracht een hele leuke oefening in. Van nou, ga maar eens even alle lijnen zwemmen... en ook de diagonaal door elkaar heen. Ja. En zorg maar dat je elkaar dan niet raakt. Nou, mm -hmm. dan komt er dus al iets van ja. navigeren bij... Ja. Uh, maar het is natuurlijk niet zo vaak dat je met elkaar een heel leeg zwembad uh, hebt nee, waar dus je dat kan doen. Of je moet een zwembad hebben waar, waarbij ze die tegeltjes verkeerd hebben aangelegd of zo. <laughs> ja. hè? Dat je denkt, ik kan die niet. Of het je moet naar buiten. En, of je uh, moet ja. naar buiten. Ja. 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 Nee, Druk, en, uh, maar ja, goed, je hebt het al over benen die wegzakken. Dan kan een wetshoed in ieder geval helpen. Exact. Dan ja. komen we bij de tweede studie. Uh, dan zegt Renske, moet ik een wetshoed, wetshoed kopen? Nou, het moet alleen als je zwemt in wedstrijden waar het kouder dan uh, 16 ja. graden is. Je kan er ook een huren voor een dag. Uh, ik, mijn volkswijsheid, kijk of je deze open deur ook wetenschappelijk gaat bevestigen. Ik ervaar een wetsoet. zwem ik veel en veel sneller. Waarom? Uh, het, het houdt me aan de oppervlakte, ik drijf. Ja. Dus ik hoef niet meer energie te besteden aan drijven of horizontaal blijven. Ik hoef alleen maar mezelf door het water te slepen. Ja. Maar goed, dat is mijn ervaring. Wat zegt de wetenschap? Ja, ik denk dat de wetenschap jou dan uh, wel volgt daarin. Of uh, jij volgt de wetenschap. Alhoewel wij hebben ooit volgens mij uh, voor in Amersfoort heb ik wel eens data gepresenteerd. Ja bij de kei Ja. En dat was uh, ja die, 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 die gaf een beetje verwarring. Dan laat ik daar maar met die studie beginnen. Dat zijn de grote datasets die ooit uh, uh, gevonden zijn, bijvoorbeeld bij de, het oversteken van de data van de straat van Gibraltar, 14,3 kilometer. Ja. Dan zijn er wetenschappers die gaan gewoon alle uitslagen van de afgelopen tig jaar op een rij zetten, 1100 uitslagen. En dan gaan ze kijken wie had er een pak aan, uh, we delen het op in leeftijd, waar komen ze vandaan, en uiteindelijk ja. om daar dan een beeld van te krijgen. En dan zien ze, nou ja, dat <laughs> ja. Leuk weet je, de, vooral de oudere Spaanse mannen gebruiken een wedstrijd daar. En uh, vaker doen ze dat dan de, de jongere uh, vrouwen en mensen uit andere landen. Nou, de, hier kan je niks mee. Nee. Dankjewel. Dat is een gegeven. Ja. Uiteraard zien ze het ook ook daar steeds meer gebruikt worden. En het duidelijk wat, wat zij vinden... is wel dat de zwemmers met een wetsuit... maar ja, dat kunnen ook gewoon de fanatiekeren zijn... De mm -hmm. die vaker zo'n race meedoen. Die zijn wel sneller... maar in sommige leeftijdscategorieën... was dat niet het geval. Nou ja, dan is het natuurlijk de vraag van... Nou ja, welke leeftijdscategorie precies? Zijn er misschien de jongeren... die nog geen geld hebben voor een wetsuit... of denken, nou ja. doe één keer mee... Ja. Ah, daar kun je weinig over zeggen op die manier. Um, daarvoor moet je eigenlijk echt een goed vergelijk maken. En die, zijn, die studies zijn echt al 20 jaar geleden gedaan. Uh, nou, wat zeg ik 20, 40 jaar geleden? Zelfde denk atleten ik. een stuk laten zwemmen ja. met en zonder wedstrijd. Ja, en dan? En dan um, nou, 1996 kom ik, of 95. Nou, 1989. Hup. Toussaint, die is ja. eerder voorbij gekomen. Dat is natuurlijk uh, een bewegingswetenschapper uit uh, Amsterdam destijds. De VU, dus de vader van uh, Kira, uh, is uiteindelijk ook in de, in de, de, ja, de wetshoed doorgegaan. Uh, Merk Huub, onder andere. Die heeft onder, uh, de manier om dit goed te bekijken, is je kan natuurlijk naar, naar snelheid kijken in het water. Maar je kan ook echt wel die weerstand, waterweerstand meten. En er zijn, uh, je kan of mensen aan een, een touw voortslepen. Mm, mm. En op die manier naar de kracht op dat touw kijken. Hoeveel weerstand dat krijgt. Of er is dat uh, uh, het MAD, het MAD-systeem. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Dat had Tongelreep, waar we een aflevering over gemaakt hebben. Vroeger ook. Dat zijn plankjes op de bodem. Oh ja. Die je Moet steeds je aan aantikt. Ja. En uh, ja, de, 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 aan de hand daarvan kunnen ze wat zeggen over. Ja, ook de weerstand die dus het zwemmende of het glijdende lichaam heeft in het water. Ja. Nou, die zag daar al duidelijk dus, en dan praat je dus over een studie in 1989, dat er om 12 tot 14 procent minder weerstand uh, met Zo. pak was. Zo. Ja, en dat heeft te maken inderdaad, jij noemt het al, die CDA-waarde, nou ja, je hebt dus frontaal oppervlak is uh, een stukje kleiner geworden. Dat is... Omdat je gewoon mooi aan de oppervlakte blijft Ja, je, je wat ja. hoger inderdaad. Ja, ja. Nou ja, dan heb je misschien ook nog te maken met dat... in, in, in de praktijk mensen soms twee, drie pakken aandeden... en eigenlijk zich helemaal oppropt. Dus dat ken daadwerkelijk. ik niet. Dat, nou ja, dat nee. werd toen beschreven in de tijd van uh, 2007, 2008, 2009... toen de pakken uiteindelijk door die internationale zwembond verboden werden... omdat die records steeds maar weer verbroken werden... Uh, toen hoorde je dat soort verhalen, mensen deden hele strakke pakken aan, soms twee, scheurden eruit, et cetera. Oh ja, ja. om ja. maar extra drijfvermogen te krijgen. En je zegt 10 tot 14% sneller, ja. toen al. Ja. Wat ik gehoord heb, wijsheid op de club. Ja. Um, dit is uh, verschillend voor mannen en vrouwen. Okay. Mannen hebben meer profijt van een wedstrijd dan vrouwen. Heb je dat ook gevonden? Nou nee, want die, nou ja, bijvoorbeeld die straat van Gibraltar vond, vond dat verschil niet. Um, en jij doelt er op mannen meer omdat vrouwen van nature meer drijfvermogen hebben, denk ik? Ik, is dat een verklaring? ik hoopte dat jij dit ja. gewoon meteen wist en kon bevestigen waarom. Ja. Maar, want ik weet namelijk niet meer waarom. Ik het weet is niet dat zo gezegd, ja. Uh, dat vermoed ik dat, dat vrouwen. Dat mannen uh, een groter voordeel hebben van de netzoet. Ja. Maar dat zou dus ook kunnen dat het gaat om het voordeel. Dat misschien het vrouwenlichaam sowieso al ja. wat makkelijker aan de oppervlakte ja. drijft en ja. dat mannen meer last hebben van zinkende ja. benen. Dat weet ik dan niet. Dat zou mijn verklaring zijn. Er dat, dat zijn niet echt. Heel, nee, okay. studies die heb ik niet gevonden. Helder. Nou, er zijn ook andere studies gedaan waarbij ze mensen een. Uh, verschillende soorten pakken. Dus met. Uh, de armen nog bloot of tot de kniehoogte, et cetera. Nou, het is duidelijk hoe meer. Uh, upper, huidoppervlak bedekt is met dat neopreen. En ja. dat is dus rubber eigenlijk met gasbelletjes. Waar ja, we lekker ja, bij ja, ja, ja. Hoe meer voordeel je hebt. Uh, desalniettemin, min, dan blijft nog altijd de vraag van profiteert iedereen er evenveel van? En daar is dus een recente studie van uh, nou, een jaar, twee jaar geleden. En de titel zegt het al: Dus It Suit Everybody. Mm -hmm. En die zijn toch best wel kritisch, omdat die zeggen: ja, weliswaar. En dan heb je hem weer vergelijking, misschien met, met uh, de carbon schoenen, met de dikke zolen. Zij zien enorme variatie in het effect, in het voordeel van tussen de 3 en 11 procent. En dan zeggen ze, ja, wat zit daar precies? Wat, ja, wat speelt daar doorheen? Wat zijn de confounding factors, zullen we maar zeggen? Nou, lichaamsbouw. Ja. Daar hadden we het al over net, ja, denk ik. Ja. Uh, getraindheid. Het lijkt toch dat beginners, juist de minder getrainde, meer voordeel hebben dan de getrainde. Ze hebben wel studies gedaan met zwemmers, daar vonden ze geen verschil. Uh, en dan triatleten, als zijn de wat mindere zwemmers, wel verschil, wel ja. beter. Kan ook wel te maken hebben dat Triatleten veel meer gewend zijn aan een, een wedstrijd. Ja. Dus getraind uit. Maar nou, ook... Wat ik daar uit eigen ervaring aan kan delen, ik heb op een of manier, ik kan vrij aardig zwemmen. Ik heb wat schouderpartijen. Ja. Ik kan me goed voortslepen. Maar mijn beenslag, mm -hmm. nou laten we gewoon zeggen, die doet het gewoon niet. <laughs> He, die is gewoon niet aanwezig. Als ik ook. Ik ja. heb nu uh, gelukkig uh, eindelijk van die zoemer uh, dingetjes. Als ik met een plankje. Uh, Borstel benen naar de overkant moet. Nou, ga maar koffie zetten. Ja. Maar ik kom gewoon niet vooruit. En ik heb er echt al van alles aan geprobeerd. Ik heb het inmiddels gewoon geaccepteerd. Als triatleet denk ik, weet je wat? Zwemmen doe ik met mijn armen. Ik trappel af en toe nog eens wat om mijn benen aan de oppervlakte te houden. Nou, bij een wedstrijd doet de wedstrijd ja. dat dus. Ja. En uh, ik zorg gewoon dat ik mijn armen helemaal leeg pomp op die swim. En nou ja. dan ga ik wel met die benen fietsen ja. en lopen. Ergens weer een voordeel, want dan begin je ja, met frisse exact. benen aan het zwemmen. Maar ik kan dus of voorstellen of dat als je zo zwemt als ik. Ja. Dat zo'n wetsuit heel veel voordeel geeft. Mm. Want dat hele lijf, wat normaal ja. dus niks, toch al niks doet en, en zingt, ja. blijft nu mooi achter me hangen. En ik kan lekker mezelf ja. voortslepen. Zo is er nooit gekeken. Er zijn, net zoals ik net noemde, die videoopname. Er zijn meer studies geweest. Hoe zwem je nou echt anders? Ja, die suggereren de meeste van dat het beentempo niet verandert. Ah oh ja. Maar ja, dan kijk je puur naar de frequentie waarmee die benen, zeg maar, waarmee je die trappelt. Ja, ja wat ze wel zien, is een wat langere slaglengte en een kortere doel. Ja, dat je gewoon fase. meer glijden, natuurlijk. Ja, je ja. zit gewoon wat, wat hoger. Dus ja, daar, daar krijgen ze nog niet echt grip op. Maar het is wel duidelijk eigenlijk de moraal van het verhaal. En daarom heeft de, misschien de FINA het destijds ook verboden. Ja, sommige mensen. wereldzwemmond is dat, ja, hè, de FINA. Ja. Maar die waren misschien wel bang ook een beetje van sommige zwemmers. Meer profiteren dan anderen. Dus dat de ware kampioenen dan niet per se, of de, de, de kampioenen, niet de echte betere zwemmers waren. Ja, ja dat, dat is nog steeds een geval. Je kan pech hebben, je kan geluk hebben. En je kan daarmee, en dat is misschien een punt waar jij meer van af weet dan ik. Ja, er zijn verschillende soorten pakken. Ik zag een filmpje, en dat zijn jij nog steeds in ontwikkeling. Het zijn natuurlijk afgeleid ooit van. Uh, de haaienhuid hè, hebben ze ja, naar ja, gekeken. Ja, ja. Ja. Dus die biomimicry heet dat dan. Kijk naar de natuur. Ja, Hoe doen dat haaien maar. of vissen of andere dieren die snel door het water gaan omdat ze weinig waterweerstand hebben? Hoe ziet die huid eruit? Nou, dan moeten we zo'n pak maken. Ja. Ik zag een filmpje dus van die, de, de, de Nooren, Christian Bloemenveld. Ja, die hebben gewoon hun eigen badje met ja. tegenstroom waar zij gaan zwemmen, verschillende pakken testen, daarbij de zuurstofconsumptie meten, omdat dat de maat is natuurlijk bij een bepaalde snelheid voor je energieverbruik, hoe efficiënt ja, je zwemt. Ja, ja, ja. ja, en dan kom je misschien is voor de ene voor jou wel een bepaald pak voordeliger dan de ander. Maar ja. Zo... Dat is best wel ingewikkeld, want ja. er zijn weinig winkels volgens mij die dat op deze manier aanbieden. Ja, dan, dan droppen we er toch heen. En dan zeg je ja. nog een keer, uh, no spawn, just fan, uh, moet je dan erbij zeggen op social media. Ja. Hè? Maar inderdaad, bij Athlete Sports World, uh, Matthias en Peter doen ook regelmatig door het hele land wetsoet ja. testdagen. Ja. Dus kijk ook even op de agenda, want dan kun je daar naartoe en dan kun je gewoon in een uur... Allerlei pakken even aantrekken, uittrekken, proberen. Ja, ja, ja. Wat ik als, uh, in ieder geval nog als tips mee kan geven. Bij beginnende, of triatleten, ja. Bij triathlons waar beginners staan. zie je soms nog wel eens iemand in een surfpak staan. Mm. Belangrijke tip. Een wetsoet zwempak is niet hetzelfde als een surfpak. Wat is het grote verschil? Een zwempak is inderdaad glad aan de buitenkant. Zit er neopreen aan de binnenkant. Ja. En bij veel surfpakken is gewoon het hele ding. Ja. Of katoen of matra. En wat er dan gebeurt. Is dat zuigt zich helemaal vol met water. En daar word je bijzonder langzaam van. Sterker nog, je zinkt als een baksteen. Dus uh, <laughs> die moet je in niet ieder geval niet aandoen bij, uh, bij je ja. pak. Wat ik herken in mijn pak. Maar volgens mij is dat redelijk standaard. Maar kun je op letten. Is dat rondom de schouderpartij. Is het veel en veel dunner. Dus uh, ja. dat is fijn. Je wil volgens mij uh, goed even kijken naar de pasvorm. Uh, ja, hij moet goed aansluiten. Maar ik, ik kom mijn pak best wel makkelijk in en uit. Je zou kunnen nadenken, misschien is hij zelfs iets wat aan de ruime kant. Ja, want ik heb dat niet. Ik moet nee. altijd Nee. Nou, Ik hoor heel veel doen. mensen die enorm en, uh, staan ja. te klooien ermee. En ik denk dan, en dan komen we ja. op die andere vraag van Renske. Ja, hoe zit het ten opzichte van het nadeel in de wissel? Mm -hmm. Ik krijg het pakkie razendsnel uit. En uh, daar zal ik een paar tips over delen. Ik ben niet voor niks de wisselkoning. Babyolie. Ja, maar ik heb, ik heb hem zelfs in Roermond in die teamcompetitieswedstrijd met maar 375 meter zwemmen, heb ik hem aangedaan. Ja. Want ik geloof op 375 meter, hoe lang is dat? Een minuut of 6, 7. Maar daar zwem, zwem ik nog steeds 10 seconden per 100 meter sneller. Ja. Nou, dat is al gauw 30, 40 seconden winst. Ja, en ik krijg hem echt zo uit. Matthijs had hem niet aan, want dat is een hele goede zwemmer. Maar die heeft echt niet op mij hoeven wachten. Nou, hier komen de trucs: Eén. één. truc. <laughs> nee, inderdaad: babyolie. Dus je doet je wetsoet aan en je slaat dan hem bij de enkel wat terug. En je slaat hem bij je polsen wat terug. En dan doe je bij je pols, dus op waar je pols het breedst is. En dus ook achter mijn horloge, doe je wat babyolie. En bij je enkelgewricht, doe je hè, links zit die chip. Dus rondom die chip doe ik wat babyolie. En om waar die knoppels van je enkel zitten. Uh, voor de uh, kijkers onder ons, of de juiste luisteraars, Gerrit is, zit nu over zijn sokken te wrijven. Of zijn slimme sterren sokken, sokken te wrijven. Ja, dat Hij helpt dus het uit. Dus, Om uh, je armen en je benen snel uit het ding te krijgen. Dat is tip 1. Tip 2: je moet. En dan moet je ook gewoon een beetje oefenen, maar ik heb de rits dus op de rug. Daar zit een lang touw aan. Mm -hmm. Ik weet precies hoe ik dat wil hebben. Namelijk bovenin wil ik. Zit het aan het einde, uiteinde van mijn ritstouwtje. Zit een klein stukje klittenband. Ja. Die wil ik tussen het uh, driehoekje hebben. Daar gaat het driehoekje overheen. Nou, daar kan ik ook oefenen. Kan ik dromen. Dus als ik uit het water kom, sta ik op. Ik grijp achter mijn nek, trek het driehoekje los. Dan valt vaak al het touwtje. Ik ga met mijn andere hand, vind het touwtje, trek hem open. En begin hem zo snel mogelijk af te pellen. Dus tijdens dat lopen al. Tijdens het lopen. Vlak daarvoor heb ik iets anders gedaan, en dat is cruciaal. Want bijvoorbeeld <laughs> na de zomervakantie in Venendaal vergat ik dat. Want dat is iets, dat leer je uit ervaring. Je moet vlak voordat je het water uitgaat. En dit, dit, dit moet je ook even oefenen. Want je bent natuurlijk lang aan het zwemmen en daarna ben je aan het lopen of op een trap aan het klimmen. Maar er zit dus één moment tussen, en dan moet je even kiezen: ik stop nu met een zwemslag. Dan pak je met je vingers bij de hals van je bedzoet. Ah, die trek je open en je schept als het ware een schep water in dat pak. En wat er dan gebeurt, is dat door dat hele pak heen komt er een klein laagje water tussen jou en het pak. Ja. Nou, en je voelt dan meteen aan. Dat helpt natuurlijk enorm om hem heel snel uit te krijgen. Uh, andersom is ook waar, als dat water er niet zit, dan zuigt hij een soort vacuüm. Mm -hmm. En dan kun je olie smeren wat je wil, ja. maar dan kom je ja. er niet. Ja. Um, nou ja, en eigenlijk met die drie dingen heb ik, heb ik ja. pak zo uit. Ik zag nog bij de teamcompetities. Uh, andere teams, die waren natuurlijk met een duo. Die hadden met elkaar afgesproken. Die gingen elkaar helpen. Mm. Dus ging de maat, gingen hem openritsen. Oh, en ja. die hielp wel ja. met hem ja. aftrekken. Ja, ja. Dan, da kan ook. Ah, dat kun je allemaal wel. oefenen. Ja, ja, kun je allemaal oefenen. En nog één laatste tip over die babyolie. Kreeg ik ook van Jacomino Eikenboom. Zwemmen gaat natuurlijk over water. Ja. Pakken. Dus je moet wel goed zorgen dat als je die babyolie aan je vingers hebt, dat je die er weer afkrijgt. Met een stuk keukenpapier helpt al, uh, eventueel met een babydoekje. En wat ik ook altijd nog een keer doe, is: ik zoek ergens wat zand en ik tuf een keer op mijn vingers en ik ga ermee door het zand, dat ik zeker weet dat mijn handoppervlakte ja. lekker ruw is ja. en niet uh, het water eraf glijdt. Dus Renske. Hier de vijf tips. Ik had ze eigenlijk aan een vinger op moeten hangen. De duim, ja. de wijsvinger, de dingen. Hoe je je, je zwempak snel hebt. Heb ik nog meteen een vraag. Want je hebt het over die handen. Ik zie mensen nog steeds met plastic zakjes. soms ja. bij de triathlon aan doen. Ik kreeg bij mijn pak destijds witte mooie handschoentjes. witte handschoentjes. Ja. Omdat je oog oh, zo voorzichtig moet zijn. Voor uh, eventueel ja, dat je nagel uh, niet uh, een, ja. dat pak uh, open scheurt. Hoe is jouw ervaring daarmee? Ja. Mijn ervaring is dat ik dat allemaal niet doe. Ik heb het uh, één keer gedaan. De eerste ja, en ik keer. vond het en, uh, totaal verschut. Maar ja. nogmaals, daardoor ga ik ook denken: misschien is mijn wetshoed hmm. wat ruimer dan bij anderen. Want ik kan gewoon, als ik, als ik mijn voet door die pijp schuif. Ja, natuurlijk moet ik hem een beetje begeleiden. Maar ik kom daar wel doorheen. Ja. Um, ik vind het nog één belangrijk ding. en Daardoor ben ik ook gestopt met die handschoentjes. Want als je dan dat pak hebt afgestroopt op je heupen. en je rent naar je wisselplek. en je komt bij je fiets. wat doe je dan? <laughs> dan steek je nog één keer <laughs> ja. je duim bij je heupen. Ja. Duw je hem zo ver mogelijk naar je knieën. Ja. Je trekt een been omhoog. Nou, door, door babyolie komt er, er, als het goed is, al zo ver mogelijk uit. En dan. Ja, stamp je en trek je dat, gewoon dat ja. pak uit. Dus toen dacht ik op een gegeven moment: ja, maar als ik hier zo op ja. mijn pak sta te stampen. dan hoef ik ook niet nee, met witte handschoentjes. hem aan te trekken. Wel, dat dat pak kan toch uiteindelijk heel veel ja, hebben. Ja, kan best wel ja. hebben. En ja. wat ik aan het begin van de aflevering zei, je kan hem ook best wel goed zelf repareren. Ja. Ja. Uh, mocht, mocht er eventueel misgaan, toch een, uh, ja. een nagensknippen zijn. is altijd goed, denk ik. Hè? Dat een, is sowieso een, een goede tip. Ja. 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 Nou, ja ik bijt ze graag. Dus uh, daar heb ik daar Al geen bijten. last van. Ja. Hey, we gaan uh, zoomen met Vroemen. En dan gaan we het hebben over... Hé, uh, hey, uh, uh, Guido Vroemen. Uh, ik ben een triatleet. Ik moet zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water. Uh, hoe leg jij die balans? Uh, wat is zijn advies en hoe maken we het praktisch? Even nog wat trainingstips, maar niet voordat we dan natuurlijk in die tussenfase even wat luisteraars op het podium zetten. We hebben nog een bijdrage voor snelle sokken en we hebben weer een hele bak nieuwe vrienden en vriendinnen van de show. Ik zeg jou vaker soms met voor en achternaam. Dit is weer zo'n rijtje, lekker veel voornamen. Maar misschien ken je jouw naam wel. Charlie Bravo. Ik denk dat het een artiestennaam is. Met uh, uh, Vriend van de Show. Hij doet een kop koffie per maand. Via vriendvandeshow.nl/slash slimme podcast. Wij roepen altijd. We hebben liever een pot koffie per jaar. Want dan krijg je een kopje gratis. En dan betalen wij maar één keer transactiekosten. Dat deed Erik bijvoorbeeld. En Anne Lotte met een streepje deed het. Kjeld. Deed het. En uh, Kjeld hebben we volgens mij uh, zijn we tegengekomen in Zeeland. Want uh, mm. ik zag hem later in ja. de Strava Club, exclusief toegankelijk voor vrienden van de show. Uh, daar zag ik wel zijn achternaam. Jordi Gevers, die uh, deed het ook. Niels werd vriend van de show. En ook Sander Gerts doneerde een pot koffie per jaar. Welkom bij het Legioen. Welkom bij uh, de Strava Club voor vrienden van de show. En gefeliciteerd met je 25% korting in de webshop. Want dat is wat je allemaal krijgt. En je mag dus ook komen zwemmen op maandagavond. Dan vragen wij je inmiddels ook om uh, zo'n uh, paar snelle sokken weg te geven. Wat heb jij geleerd uit Slimmer Presteren waar je sneller gaat? Jesse van der Graaf, die uh, leerde iets en ik dacht het is marathon weekend. En we hebben het over water. Ik vond dit een hele passende tip. Sneller met Slimmer Presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep. Hallo Jurgen, Guido en Gerrit. Hoe jullie mij hebben geholpen om sneller te presteren door de Slimmer Presteren-podcast is door het online vragenuurtje voorafgaand aan de Marathon van Rotterdam twee jaar geleden. Daar vroeg ik of ik uh, moest gaan lopen met een camelback. En jullie hebben mij verzekerd dat het echt niet nodig is. Dat je best een beetje kunt uitdrogen tijdens zo'n wedstrijd zonder dat dat effect heeft op het resultaat. En ondanks dat jullie ook zeggen dat je nooit vlak van tevoren iets anders moet gaan doen dan hoe je hebt getraind, heb ik het toch gedaan en um, is het absoluut een goede keuze geweest voor mij. Ja, mooi, Jesse. Jesse is uh, een uh, mooi actief lid in onze community in het uh, uh, Slim Perseren Chapter Utrecht. Grote, geweldige vrijwilliger ook samen met Menno bij de loopt. Dus uh, dankjewel ja. Jesse. Ik krijg je ineens Sokker. een beeld dat hij altijd met een camelback normaal op, oploopt? Zeg maar, ja, ja. En, en net die ene wedstrijd heeft hij maar afgezet. Ik ja. vind het trouwens wel leuk. Dat doe nooit experimenten. Ja. Dat echt ook wel ja. goed door. Ja. Komt toch regelmatig ook mensen tegen. Ook bij evenementen uh, die dat uh, kunnen doen. Dus opreunen. dat geldt denk ik in dit geval ook voor een, uh, een pak, hè, een wedstrijd zoet. Uh, train daarmee van tevoren. Ga niet. Ja, denken, dat is oh, dus wel ik, spannend. Ik, aan ik een leen er nog eentje, Ja, precies. Ja, ja, want dan hoe heb je dit niet echt mee getraind. Ja. Nou, we zullen ja. eens even aan Guido gaan vragen hoe we dat dan praktisch moeten vormgeven in onze week. We gaan zoomen met zoemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, heren. Ben je er vanmorgen al ingedoken in het open water? Nou, net nee, vanochtend net niet. Nee, dat was iets, dat lukte me niet. Nee, precies. Hé, hey, we willen uh, twee onderwerpen eigenlijk met jou bespreken. Realiseren hm? ons als, als toptrainer en coach even nog een, een, een mooie tip op de duiken, opduiken. Ja. ja. Uh, opduiken over hoe je nou als triatleet die zwembadtraining goed vertaalt naar buiten. Uh, eventuele andere specifieke tips voor triatleten. En dan even als sportarts. Lees Medicus, nog ja. even met je hebben over blauwalg, E. coli. en andere ja. dingen waar je tegenaan kan lopen. als je in wat viezer Oeh. buitenwater moet zwemmen. Jurgen, zullen we met het uh, eerste beginnen? Het trainingsaspect, want daar zijn we net uh, geëindigd. Ja. We hebben geleerd dat open water zwemmen. Uh, anders is dan binnenwater zwemmen. Ja. Ja. Alleen al uh, ja. niet alleen door het navigeren, maar ook gewoon je gaat een andere slag maken. Dus um, wat. wat? In hoeverre vind jij, coach jij, begeleid jij op het, op het zwemstuk van je triathleten? Ja, dat heeft dan niet zozeer te maken met de zwemtechniek. Ik vind van mezelf niet dat ik een zwemtrainer, uh, of in ieder geval goed genoeg een zwemtrainer ben. Maar dat heeft wel meer te maken met, um, als je weet, waar je, triat, hè, je weet waar je moet gaan zwemmen met je triathlon. Welke triathlon het is. En dat is afhankelijk van, ja, soms heb je een mooi glad meertje of een, een een of andere vaart waar weinig uh, spannend is, maar het kan natuurlijk ook gewoon um, een oceaan zijn of zo waar je in moet zwemmen um, en dat, dat kan voor sommige mensen nog als, nou ja wel als heel spannend worden um, en dat wil meer zeggen dat je niet zozeer alleen fysiek goed getraind moet zijn om, om goed te kunnen zwemmen. Wat je in een zwembad prima ziet. Hè? Je gaat zwemmen en je ziet mooi de bodem en je kunt alles mooi bekijken. Maar ja, in, in het buitenwater, dan is die situatie ineens heel anders. Soms zwem je dan gewoon met een, nou ja, een geblendeerde zwembril op, want je hmm. ziet helemaal niks. Ja, maar zo, en dan uh, kunnen uh, mensen nog alles. <laughs> panikeren. Wat je meest, ja, waar heb hebben er ervaring mee. Wat dus was het ja. meest spannende zwemwater waarin uh, een van jouw atleten zich heeft? Ja, dat maakt op zich in principe, ja, dat is nog niet zo heel spannend, maar het kan ook gewoon in een, in een meer uh, bij een triathlon in Zwitserland of zo, mm -hmm. of um, uh, Almere, of, uh, maar ja, afgelopen uh, zaterdag of uh, het is was de WK Ironman in Nice bij de vrouwen. Mm -hmm. um, dat, was, dat is gewoon in de Middellandse Zee, maar dat was best stoer en ruig water. Ja. En dan, wordt, dan kun je toch wel ja, mensen hebben die op een gegeven moment... dat ze bijna een uur aan het zwemmen zijn en dan een beetje zo... begint een beetje op te stoten en dat je misselijk wordt... en begint een beetje over te geven, oftewel heel erg zeeziek wordt. Ja. Ja, ja. En wat is dan jouw, jouw trainingstip of advies voor atleten? Hè? Dus tip 1 hoor ik al. Weet waar je ja. moet gaan zwemmen. Hè? Weet wat je te wachten staat. En dan? Ja, daar, bereid je daarop voor. Hè. Ga vaker in open water zwemmen. Hè. Zorg ervoor dat je niet in paniek raakt als je in open water bent. En ook al is, de, is het water al veel kouder, want dat kan ook al zijn als je, eh, noem maar de Noorsman: je moet ineens van zijn boot afspringen, de plomp in en het is nog donker buiten. Dat moet je wel, daar moet je wel echt voorbereid zijn. Ja. En sommigen vinden het allemaal cool en die doen dat en die uh, hebben daar geen last van. Maar anderen gaan daar helemaal hun adem vasthouden en die gaan een beetje hyperventileren. En dan is het al bijna klaar met de hele wedstrijd. Ja. Want dan hang je aan die boot en dan denk ik kom je helemaal niet meer tot rust. Ja. Kan je niet dus dat een, soort dingen zijn wel een, belangrijk. 10 jaar golfslagbad. Omdat het er niet ik. in Ja, maar wel met een geblindeerde, ja. geblindeerde uh, ja, ja. Okay. Uh, zwembril op. Ja. Ik, ken, ik heb zelf vroeger. En dat is dan al heel lang geleden alweer. Wel eens met zo'n um, Search and Rescue Team training meegedaan. Ah, oké. Okay. Daar ben je dokter en dan ja. doe je heel veel buitensportactiviteiten. En denk ik, ja, daar kan ik ook misschien wel van waarde zijn. En dat was op het Maritieme trainingcentrum op de Maasvlakte. En wat leer je daar? Non de zeg. Zo, daar zit je dus eigenlijk in een zwembad waar geen ramen in zitten. Uh, dan gaan ze ook een enorm golfslag ja. maken, dan zit je in zo'n reddingsbootje, dan beginnen de, de lichtflits te komen, er komt heel veel <laughs> alarmlawaai, de wind gaat aan nou, dan komt er bij mij aan alle kanten alles eruit Oh ja. Ja, ja. Verschrikkelijk. Ja. ja. En wat, ja, dan, dan wat moet je, moet je dan uh, oefenen bij. en trainen, Guido, is gewoon het, het, dat je al een keer in zulke omstandigheden geweest ja. bent in feite. Nou ja, je moet dat vaker doen, weet je. Je hoeft niet in de ergste omstandigheden te gaan trainen, maar je moet wel open water, moet je wel echt wel vaker doen. Want het is gewoon donker, koud, de golfslag, het is moeilijk te oriënteren waar je bent, dat je niet te snel in paniek raakt. Hè? Je ademhaling onder controle krijgen. Mm. Ja. Ja. dat is eigenlijk het belangrijkste, want daar ga je meestal de fout in. Als je als je ademhaling niet meer onder controle hebt, ga je hyperventileren en dan ga je alleen maar hoesten en proesten, want er komt alle water binnen. Ja. En voor je het weet ben je in paniek en, en komt de, uh, de boot naast je en die trek je de uh, uit het water. Ja. Ja. ja, nou dan heb ik nog twee hele praktische tips wat ik zit te bedenken. Als je in Nederland bent en niet zo ervaren denkt, oh ze zeggen open water zwemmen. Open water zwemmen doe je nooit alleen hè? Dus je gaat natuurlijk nee. altijd of met z'n ja. tweeën zwemmen of in ieder geval ja. iemand op de kant zetten die uh, ziet dat je verdwijnt. <laughs> dat is ja. een praktische tip. En uh, ik zit ook te denken, kijk, als je dit dus hebt en je raakt in paniek of je, je, je ja. ademhoudt, je kan natuurlijk altijd even op je rug gaan liggen. Hè? Ja. Even in het kader ja, in het van... Zwemmen, ja. weten, even rustig water trappelen. Zorg ervoor dat je gewoon... Weer he, tot rust komt, je ademhaling onder controle hebt en even groen, rustig stukje met je hoofd boven water, gewoon zwemmen. Ja. En een en pil dit, pilletje tegen de zeeziekte? Ja, dat klinkt altijd he, als een soort wondermiddel. Ja. Ik heb dat ook vaker, uh, ik, heb, ik ben heel erg gevoelig voor zeeziekte, moet ik zeggen. Ik heb daar van alles geprobeerd, werkelijk helemaal niks helpt. Nee, oké. Okay. Dus ja. nou, het kan best wel dat sommige mensen nou, die een beetje wat minder last van hebben, dat ze dan een beetje daar, dat nog verder kunnen onderdrukken. Um, maar als, je echt, weet je, als het echt heel ruig water is, dan helpt dat pilletje ook niet meer. Dus jij gaat op Hawaii, waar je naartoe gaat, uh, ga je niet zwemmen daar met al die, uh, die golf. Ja, uh, nou, niet de, te ver. Daar da is het wel heel specifiek, <laughs> he? want daar is het dan geloof oh. ik weer net niet troebel. Of wel? Hoe is het daar? Nee, om te nee, racen? nee, daar is het schitterend. <laughs> mooi water. <laughs> dus dat is de, 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 de hier is, Ik zit er wel, wel heel diep. Ja, je, zei, je krijgt daar eerder last van hoogtevrees. Ja, ja. ja, nou ja, bij wijze van spreken kun je dat daar wel krijgen. Ja, Dat, wordt, dat is ook alweer spannend. Maar um, ja, en dat nou, is natuurlijk vrij snel al heel diep. Het is, je gaat het water in. Het is niet dat je dan nog even, bij, zoals bij sommige wedstrijden, nog even de 100 meter kunt wel ja. een beetje lopen. Het is Dolfinen. geen heltschouten meer. Uh. Nou, denk ik. nou, net niet. Nee, <laughs> nee. Het is, nee, het is misschien een halve procent er weer en dan, begin, dan is het al klaar. Ja. Dan moet je gewoon al echt zwemmen. Dat is ook nog uit die, uit die vlog met Jacomina leerden we ook nog, hè, het concept dolfijnen. Ah, ja. Dus als ja. je bij een oh, ja. triathlon op ja. een strand start, ja. ja Guido, zeg jij het maar. Ja, als je dus heel lang dus, uh, nog niet echt kunt zwemmen, dan is het meer... Uh, afzetten en uh, een jump maken met je een duik zeg maar naar voren en dan weer afzetten en een duik maken naar voren ja dan dat, dat kom je natuurlijk sneller dan dat je probeert te zwemmen door waar het nog niet diep genoeg is ja, ja dus ik een uh, aantal weken terug uh, voor het eerst mijn debuut maken in de sport swimrunnen, ja. oftewel uh, uh, zwemmen met je schoenen aan en, uh, ook een aspect van die sport is dat je alles mee mag nemen dus ze hebben poolboys bij zich en die hebben ze dan weer met een elastiek aan hun bovenbeen want je moet er wel ook mee rennen ik had ook mijn poolbootje bij me, want dat vind ik heerlijk. Um, maar ze hebben ook heel veel van die gasten hebben van die, van die pedals, weet je wel, van die zwempaddles, oh ja, Dat ze ja, nog ja. harder kunnen zwemmen. Daar moeten ze ook mee rennen. Nou, die had ik niet, want daar had ik nooit mee getraind. Die, dus die houden ze mee. gewoon op. op ja, daar, die, ja, die hebben, ja, ja, die houden ze of aan bij het rennen of die steken ze ja. in hun pak of wat dan ook. En als dus je badmuts hou je op en je brilletje. Ja, nou, maar nu komt de grap. Want <laughs> ik was dus in die race en wij moesten eerst 800, 900 meter rennen. En uh, nou, ik zat gelijk bij de eerste vier en ik was ook vrij betaald. Want ik denk, nou, volgens mij kan het nog wel. Harder. Dus ik er langs, ik op kop van die wedstrijd. En dus ik kom ook ja. bij het eerste water aan, als eerste. Nog nooit zoiets gedaan, maar ik denk, nou, ik heb wel tegen mij gericht. staat daar iemand en dan moet je zwemmen. Dus ik spring dat water in, je mag niet duiken, je spring dat water in. En ik maak een duik en ik ga zwemmen. En ik zwem zo hard als ik kan. En echt al na een stukje denk ik: hè? ik steek nog steeds met mijn vingertoppen in het zand. Dus ik, het is hier verdorie, maar nee, maar mijn knie diep. Toen dacht ik: aha, dolfijnen. ...is sneller dan zwemmen. Dus ik sta weer op en ik begin als een gek de dolfijnen. Eerste keer nog een beetje klooien met die poolboy. Bij de tweede zwem... ...gebeurde het weer, want toen, toen was ik alert. Dus toen, ja, want wat er gebeurde, ik werd voorbij gezwommen... ...door twee gasten. Volgende run haalde ik hun weer in. Dus ik weer als eerste erin. Ik denk, nou, ze zullen ze me niet krijgen. Uh, en ik kwam er al snel achter dat je, als je je benen... ...een beetje bij elkaar houdt, kun je nog steeds dolfijnen... ...met die poolboy gewoon tussen je benen. Hmm. Alleen toen, in dat Lauwers Oogmeer... No. Ik ging helemaal stuk. Ik denk dat ik wel 10, 12 van die dolfijnsprongen heb gemaakt. Wat natuurlijk met je armen ook een soort vlinderslag is. Ja. Nou, nah, ik kon niet meer. Ik kon <laughs> niet meer. Ik, ik laat maar zitten. Ik ga wel gewoon zwemmen. En uh, nou ja, lang vooral kort. Uiteindelijk zwommen ze me daar weer voorbij. Maar toen kwam er een lang loopstuk van 5,5 kilometer. Ja. Dus toen uh, moest, ik ze, moest ik ze inhalen. En zo groot mogelijk gat slaan. Want het einde was natuurlijk weer zwemmen. Dus we zien jou volgend jaar heel veel in het Hens daar een beetje. Donker. Ja, Jan en, als jij dit vaker gaat doen. Jan en ja. Dagne, vrienden van de show, ja. die doen dit natuurlijk veel. Ja. Die doen het ook veel bij het Meer. Ja. Ja. ja, Ik vind het wel een geinige discipline. Maar ik vond <laughs> Lauwers ook wel verre. Ja, snap ja, ik. Ja, maar, goed. maar het Schottermeer is ook alweer, als je dat zeg maar gaat oefenen voor buitenwaterzwemmen, is ook een beetje weer te makkelijk. Ja. Dat is, dan Waarom? is het niet echt donker en het is een beetje verglad water. Ah. Dus je moet het wel een beetje moeilijker. Eh, dan ga je een beetje bij Almeren, het E-meer, eh, ja, daar is het al iets, iets moeilijker. Om te het moet niet te makkelijk zijn, want ja, eh, je, je moet je wel een beetje oncomfortabel voelen, wat ook namelijk gebeurt bij uh, een open water uh, bepaalde wedstrijd. Ja, en als ja, je dan ja. weet, nou weet je, dit kan ik hebben en ik weet wat ik moet doen. Ik moet rustig mijn ademtechniek in de gaten houden en zorgen dat ik netjes zwem en, uh, en niet uh, in paniek raak. Ja, trouwens in dat zwemrennen dat wil ik denk waarom begin ik dit nou vertellen, Komt door die pedals en door dat dolfijnen, want ik werd wel aangesproken. Het is niet heel gebruikelijk dat je bij het zwimrennen dolfijnt. Maar dat komt ook. Als ze die pedals nee, aan maar hebben. Dan kan dat, kan dat niet. natuurlijk ja. niet. Want dan kun je die duik nee. niet maken. Ja. Maar goed. Wat er aan de hand was in Lauwers Oog, dokter. Is uh, veel ja. blauwalg. En oh, ja? uh, daarom was de route omgelegd. En werden we er toch in gejaagd. Maar werden we bepaalde ah. hoekjes blauw oog moesten we maar vermeed, vermijden. En ja, zeiden ze niet te veel water innemen onderweg. Ja, het is vrij logisch. Nee, dat is sowieso nooit zo heel handig met open water. Dat je niet alles opdrinkt. Nee, wat. Is het risico ook alweer van blauwe oog? Jeuk? Ja. geeft heel veel jeuk. Heel vervelend. Ja, je moet, als je het op, weet je, het krijgt ook wel wat binnen, dat is nog, nog tot daar en toe. Maar uh, dat geeft heel veel irritatie van de huid. Oké, okay. dus daarom wil je daar niet in zwemmen. Andere problemen? Nee. Kei triathlon de uh, afgelopen jaren vaak afge ja, een aantal keer afgekeurd. onder andere door E. coli. Olympische spelen natuurlijk. Olympische, Olympische spelen. spelen. Ja, ja, ja dat is ja, spannend. Was, en de, en de spelen zeker. E. coli. Ja. 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 maar dat, ja, dat is gewoon zeg maar. Ze dan E. Ja, coli is op zich niet heel bijzonder. Uh, dat, dat heeft iedereen natuurlijk. Uh, maar het zit ook in je poep. Dus je poep doet ook wel uit. Maar als dat dan weer te veel in het water zit. En, je, en je, je krijgt dan weer te veel van binnen. Ja, dan wordt je maag systeem daar ook een beetje van overstuur. Antibioticum-kuur. Ja, Antibioticum uh, kuur, uh, Kijk, ja, ja maar uh, daar denk ik dan weer van... Dat lijkt, dat, dat heb ik, ik heb het niet geadviseerd nee. om dat te gaan doen. Uh, dat was volgens mij vanuit NOC NSF wel een, ja. uh, een advies. Ik was er verbaasd over eigenlijk. Ja, ik ja. vind het een slecht advies. Ja. Uh, want om een preventief antibioticum te gaan gebruiken, ja, antibioticum is ge wordt gebruikt om in te zetten als je um, um, bacteriën die, die jou ziek maken, als je die wilt weer mm. overwinnen, als je die wilt uh, aanvallen. En dan hoe vaker je dat gaat gebruiken als dat niet nodig is, hoe eerder bacteriën ja. zich natuurlijk resistent kunnen maken. Maar het, heeft ook wel, het, heeft ook, het maakt het natuurlijk ook jezelf niet beter. Want nee. antibioticum remt je eiwitsynthese, mm -hmm. dus is je herstel slechter. Dus als je het preventief gaat slikken terwijl je dat helemaal niet nodig hebt omdat je ziek bent, dan ga je jezelf niet echt beter maken. Ja. En je goede bacteriën, die gaan er we ook zeggen, aan. He? Ook Precies, een, uh, ja. een heel Precies. negatief effect op het microbiome. Ja, je maakt niet alleen maar bacteriën die slecht zijn. Zo ja. selectief kunnen we het niet maken. Ja. He? De goede bacteriën gaan er ook aan. Ja, hebben we geleerd in de aflevering over probiotica. Ja. Toen ik zei, Guido, als je antibiotica-cure hebt gehad, ga dan ja. maar wat probiotica slikken. Ja. Misschien is dat gebeurd. Lig je al erachter. Ik weet dat vrouwen daar die, die deed het in ieder geval. Nou, dat heeft er geen wind eigenlijk. Open water ja. uh, ja. Olympisch kampioen. En uh, Jetsen al. heeft natuurlijk ook moeten zwemmen daar in die scène. Ja, maar die heb ik dat niet. Ik heb nee. die niet tegen Jetsen gezegd. Kom, uh, we gaan dat ook doen. Nee. Ja. Had hij nee, nee, nog last van maak Jetsen, dan? Je moet niet de, de boel te veel opdrinken. Ja. 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 Gewoon hard zwemmen, bijna niet, uh, bijna niet uh, <laughs> water binnenkrijgen. Dat kun je prima. Um, Had hij nog ja, specifiek getraind uh, daar of ergens in Nederland op een plek die een nee, beetje leek op de nou, scène Ja, op zich hoeft hij dat. Hij, hij, hij is redelijk. Heel, nou ja, redelijk. Hij is een hele goede zwemmer. Um, hij is sterk. Hij doet heel veel op zijn armen, uiteraard. Alles. Ja. Um, maar qua, qua open water zwemmen, um, en dat was toen. 2017 in Hawaii was dat ook al duidelijk. Daar nou, zwemt hij gewoon echt wel bij de beste mee. Hè? Hmm. En um, waar, die, waar hij nu woont, um, hij steekt de straat over en hij springt de Amstel in. Dan kan hij gewoon lekker even in het open water zwemmen. Hè? Ja. Ja. En dat is ook niet het makkelijkste water. Natuurlijk, het is wel een, een vaart. Die aan beide kanten kun je natuurlijk wel een beetje oriënteren, maar het is niet heel schoon helder water. Ja. Nee, dus dat was een goede voorbereiding op de ja. scène. Ja, hey, uh, ja het woord, uh, daar, daar, Zwemmen is bij hem natuurlijk gewoon zo goed. Daar hoeft hij niet heel druk over te maken. Nee, precies. Uh, Guido, het woord Alleen Hawaii de dan trouwens. Valt. He. Hawaii valt. <laughs> en uh, over uh, twee weken komen wij bij elkaar in Leersum rondom onze 200ste. Tegelijkertijd ja. introduceren we jou ook altijd als uh, coach en trainer van uh, professionele topatleten. Uh, ja. We hebben net geleerd, je bent er wel bij, maar wel op de manier. Zoals we ja. van je gewend zijn. Vertel eens. Zo dus, hè? Zo dus. Zoemen Zo dus. met vroemen. Ja. ja, wat je al zegt. Coach van een aantal topatleten. En dat, dat heeft ook nu uh, tot gevolg. dat uh, twee van de van topatleten waar ik uh, um, trainer van ben. Tristan Olij en uh, Menno Koolhaas... die daar uh, uh, aan de start staan bij het WK Ironman voor pros. ervoor gezorgd hebben dat uh, ik met hun mega om de laatste voorbereidingen, uh, de laatste ja, halve week, voor de wedstrijd met hun uh, uit te gaan voeren. Dus ik super zit gewoon vet. dan... Ja, ja, ook, super vet. Ja. Super vet natuurlijk. Ik hè? zit daar al en dan kan ik je wel een beetje zo... Waarschijnlijk, uh, nee, nee, je ziet helemaal niks. Als, want, want daar ligt ongeveer de week ligt 12 uur achter op, uh, op ja, de Dus we juridisch. gaan proberen. Hè? Wij zijn uh, zaterdagochtend van 10 tot 12 in het theater. We gaan proberen dan uh, van ja, 10 tot 12 dan op is jouw mij vrijdagavond, vrijdagavond. Ja, een ja. verbinding te maken. En uh, dan gaan we klassiek uh, zoomen met voemen. Ja, een cadeau ja. met zijn Hawaii-bloesje aan. Hoezo? Ja, nee, 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 nee precies. Zo'n zo, zo bloemenkrans en ja. alles. Ja, ja, ja. Pakkels. Ja, ja. like. Gezaam, ja, geweldig. ja, nee, het was even slikken, maar weet je, dit is natuurlijk super vet. En dit is ook waarom o, jij al deze kennis en tips in deze podcast kan delen. Dus uh, dit is natuurlijk gewoon waar je naartoe moet. Ja, ja. ja, dus, ja het uh, laatste nieuws kan dan ook nog komen. Hè. Wie weet heb ik dan nog, is er wel weer iets gebeurd of zo daar? Wanneer, wanneer is het wereldkampioenschap lange afstand? De week daarna. Ja, precies. Dus het ja, is de 26e. Uh, ja. ja, exact. En zij gaan drie weken daar naartoe? Of jij gaat daar dus dan uh, totaal... Ja. Uh, okay. ja, we zitten zeg maar ja, ruim 2,5 week van tevoren uh, daar naartoe vliegen. Ja. Ja, dan heb je al... Eerst moet je een paar dagen de jetlag uh, over overwinnen. Ja, dan, dan heb je dat in die eerste week eigenlijk al gehad. Um, en dan heb je ook nog gewoon ruim de tijd om... Um, Klimaataanpassingen te doen. Hè? Want daar is het uh, ja, gemiddeld 30, ja. 35 graden, 80% luchtvochtigheid. Dus het is een beetje een warme deken steeds. En dan kun je op een gegeven moment, de eerste dagen moet je wat rustig trainen. Maar dan kun je daarna nog wel wat kwalitatief goede trainingen doen. Hè? Ja. 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 Cool. Goed man, nou uh, we, we zullen je missen, maar ook weer niet. We, we vinden het een extra mooie toevoeging dat we jou live vanuit Hawaii op uh, ons 200ste live event ja. kunnen bijschakelen. Dus uh, iedereen die uh, nog steeds geen kaartje heeft, ga hem vooral bestellen. Aanmelden.nl/slash slimmerpodcast. En mocht jij nou nog mensen kennen die meer willen weten over open water zwemmen, stuur ze dan naar onze social media kanalen. Bijvoorbeeld slimmerpodcast op Instagram of de slimmer presteren podcast op LinkedIn. Ga ons daar gelijk even volgen. Dan weet je iedere vrijdag waar de aflevering van. Die week over gaat, kun je ook daaronder op reageren en uh, dan kun je hartjes en duimpjes op uitdelen, zodat veel mensen die post ook gaan ontdekken. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl, vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kun je pakken, kun je rondsturen. Maar dan vind je ook onze webshop met supermooie artikelen: snelle sokken, een uh, active dry running shirt. Binnenkort een singlet, er is genoeg uh, animo, die komt eraan. Een wielershirt komt eraan, maar wat er nu al live is in onze webshop zijn de badmutsen. Leuk! Dus dus als jij wel eens gaat zwemmen, bestel dan jouw slimme, presteren badmuts. En uh, nou ja, er zit dan ook een eurotje voor de pot bij. Dus dat is weer een mooie manier om ons uh, wat te stimuleren. En je kan ook even wachten tot uh, volgende week op de 19 oktober. Dan hebben we daar natuurlijk live, Sophie, uh, de stem van. We gaan zoeken met vroeger. En we dan live staan uh, uh, met een eigen merchandise winkel. Waar je gewoon even kan pinnen en meteen in je tas kan stoppen. Dus uh, dat vind je op onze website. En uh, nou ja, dit onderwerp komt onder andere bij ons. Door de vraag van Renske. En die stuurde zij naar post.slimmerpodcast.nl. Ons e-mailadres. Dus heb jij nou vragen, opmerkingen, aanvullingen, goede tips, mooie links, vette filmpjes. Mail ze naar ons toe via post.slimmerpodcast.nl. Tot zover zijn we door aflevering 197 heen. Nee, 198 zelfs al, hè zijn we ja. Volgende week hebben we een bijzonder avontuur. Letterlijk gaan we met beroepsavonturier Jan Fokke Oosterhof praten over hoe we kunnen leren over zijn voorbereidingen op de meest extreme expedities. Die week daarna is het al tijd voor de 200ste. Dus dan spreken we jou dan, Guido, en daarna in aflevering 201, zou ik willen zeggen. Yes! Tot is dan! Heel Yo. Yo! Hoi! Wat goed dat je nog niet meteen naar een plas bij jou in de buurt of een zwembad bij jou in de buurt bent gefietst, maar nog zit te luisteren. Want dan kunnen we jou nog een luistertip geven uit uh, een van de afleveringen uit ons rijke archief van meer dan 190 afleveringen. Bijna, uh, Jurgen. Dan gaan we zeggen uit meer dan 200 afleveringen, ja. maar het duurt nog even. Um, we hebben het gehad over zwemmen. Als mensen meer willen leren over zwemmen, waar zou je ze op tippen? Dan zou ik zeggen aflevering 180. Want uh, er, er kwamen al begrippen langs al over strookfrequentie en slaglengte en uh, efficiënt zwemmen. En vooral dat efficiënt zwemmen is best wel ingewikkeld. Ingewikkeld ook om te meten. Maar in de Tongreep in Eindhoven hebben ze een fantastische apparatuur staan. waarmee ze eigenlijk goed kunnen kijken naar hoe efficiënt iemand uh, zwemt en hoe de zwembeweging is. En die, uh, dat komt helemaal terug in aflevering 180. Daar vertel uh, de onderzoekers die daar werken over. Zo is het precies. En wat ik daar ook van leerde, is dat je als je niet opwast in het zwembad veel te weinig intensief traint. Ja, klopt.